Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmid. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Ja, hoe voelt dat tegen mijn oude club? Natuurlijk wil je hier natuurlijk met de 3 punten van het veld afstappen. En dat het niet zo mag zijn, ja, is natuurlijk shit eigenlijk. Maar hoe ik er nu terug op kijk... Ik heb 1 kans gehad in de tweede helft. Die schiet je, ja, als ik naar mijn kwaliteiten kijk, moet die gewoon binnen. En als ik die binnen schiet, wordt het weer een andere wedstrijd. Maar het mocht niet zo zijn vandaag. Dus compliment aan de Graafschap. Is dat nog een extra sentiment bij jou, dat je dan tegen de Graafschap speelt? Ja, zeker. Ik heb gewoon een fantastische jeugddag gehad. En dat je dan op zo'n avond tegen de Graafschap 1 mag spelen, is natuurlijk fantastisch. Maar ja, wat ik net zeg, je speelt om te winnen. En als je dan verliest, is jammer. Ja, de Graafschap ligt achter je. Jong AZ ligt misschien dadelijk ook wel achter je. Want je bent toch echt wel op de deur aan het kloppen bij het eerste. Nou, hoe ervaar jij dat? Ja, het gaat allemaal heel snel. Ik kijk er niet zo erg van op. Ik moet gewoon mijn dingetje laten zien. En waar ik ook wat ingezet, ook is het bij Jong, ook is het bij 1. Probeer ik gewoon met volle energie in te leggen. En waar het gaat eindigen, ja, dat gaan we dan zien. Maar ik probeer gewoon 100% inzet te geven waar ik ook wat ingezet. En dan gaan we zien waar het eindigt ook. Ja, waar je ook wordt ingezet, je komt nog wel voor een dilemma te staan. De Youth League versus de Conference League. Ja, weet je daar al iets meer over? Ja, dat is een goede vraag. Die vraag heb ik al meerdere keren gehad. Maar die vraag kan ik helaas niet geven. Maar waar ik wat ingezet, wat ik net zei, ja, geef ik gewoon de volle 100%. En nu zit ik bij 1 en wat ik net zei, ik focus me nu gewoon op 1. En als het bij Jong is het bij Jong, als het bij Youth League is het bij Youth League. Dus ja, we gaan het allemaal zien met die tijd. Gewoon met allebei zo ver mogelijk komen. Ja, zeker. En als we dan een heel stuk verder kijken in jouw carrière, zit er misschien ooit nog een keer een terugkeer naar de Graafschap in? Ja, wat ik net zei tegen u, ik heb een fantastische jeugd gehad bij de Graafschap. Het is een warme club. Als ik daar kom, ontvangen ze met open armen. Maar dat is een moeilijke vraag. We gaan het allemaal zien. En het zou fantastisch zijn als ik daar ooit nog op de Vijverberg kan spelen met een blauw-wit t-shirt aan. Gaat de Graafschap de play-offs halen? Wat zei u? Gaat de Graafschap de play-offs halen? Ik hoop het wel voor ze. En ik hoop dat ze gewoon naar de Eredivisie kunnen. Want de club als de Graafschap hoort gewoon in de Eredivisie, vind ik. En ik gun het ze.